Dag mensen, dit is Blok Valorant. Vandaag zijn we terug bij Pokémon Light Platinum. We zijn weer nog steeds in de gym. Ik zou wel zeggen weer, maar ik hoop dat ik dit achter elkaar al record. En we gaan heel erg verder met deze persoon. En we hebben Croconaw en Hoofd laten evolueren. Laten evolueren, zeggen geëvolueerd. En Nice Shit, die is level 19. Dat is ook weer mooi. En hij is doodgehakt, wat misschien niet zo heel erg fijn is. Tenminste, ik weet niet of dat het fijn is als je doodgehutbit wordt. Een pinecone, dat is wel een chill beest. Alhoewel die van attack niet zo heel erg aanvalskracht. Niet zo heel erg sterk is. En hij is level 20. Dus we zijn allemaal een beetje basis geleveld. Level 20, 20, 21, 20. Nou, dat is prima. Oké, volgens mij zijn we bij de gym leader. Ik ga niet helemaal healen en zo. Ik zet wel Hoofd voor. Dat is wel makkelijker. Voor het geval, je weet maar nooit. Dan sla ik even op. Terwijl we dit mooie gebaar zien van de mens. Scoroopie. Oké, aircutter, kom op. Dit is niet zo moeilijk. Oh shit, ik zat gewoon te versnellen. Dat is niet zo goed voor mij. Heel slecht, zwijgen. Ik zal het niet meer doen, mensen. Het is natuurlijk niet zo leuk als je een gym battle versnelt. Het is niet zo leuk. Niet potion. Goed zo. Vieze noob. Ik zie dat als campen, weet je. Gewoon alsof je bang bent voor andere mensen. En dat ben jij. Dus doe dat niet, dus ga weg. Zak door de grond. En we zijn level 22. It's very nice, very nice. Oh nee. Maar sterkste. Dat is wel een episch ding. Level 22. Valt best mee. Doe maar even niet, dankjewel. Dat accepteer ik, daar ben ik blij mee dat je dat even niet wil. Queen, je gaat dood. Sorry, maar ja, ik kan er niet zoveel aan veranderen. Je gaat gewoon dood. Er valt ook niks aan te veranderen. Het is gewoon zo. Je gaat gewoon dood. Hè? Sorry, maar. Anders krijg ik die badge niet. Als ik je niet dood maak, dan krijg ik die badge niet. Hè? Dat is kut. Ariados. Ding. Kom op, gewoon solo run met de gym, kom op. Dat kan je best. Zo moeilijk is het niet. Het is maar een Ariados, die zijn best wel sterk trouwens. Maar... ja, dat boeit me niet, dus schiet op. Kom op, Gust. Kom op ding, Hoofd. Vermoord dat ding. Ding, Hoofd, Ariados, ding. En hopelijk ook wel level 23, ik denk het wel. Yes. Nice. En we leren detect. Ja, die hoef ik niet echt aan. Boeit me niet zoveel detect. En dat wijf is verslagen. Dat meisje. Wat ook best wel chill is, dat de Pokémon, de sterkste Pokémon, staat naast haar. Dat is best wel vet. Cool gedaan. We krijgen een TM6. Oké, dat was volgens mij Toxic. Toxic, ja. Toxic. Dat wil ik niet, ga weg. Pardon, kug. We zijn Potion. Dus ik zie jullie terug als ik weer helemaal healthy en dinges ben. Oké, we zijn weer helemaal gezond en alles. En we gaan verder. Ik heb nog steeds geen running shoes. Dat vind ik uitermate irritant. Ik weet nog steeds niet wat dit is eigenlijk. Wat is dit? Niks bijzonders? Oké, doei. Zoek het dan maar uit, hè. Zoek het dan maar uit. Als ik niet bijzonder ben, dan ga ik ook geen tijd in investeren.
daarheen. Yay, niet? Ja, doe. Ja, running shoes. Ja, dankjewel meneer. Dankjewel vreemde meneer die mij schoenen geeft. Daar ben ik u zeer dankbaar voor. En we kunnen rennen. Freaking finally. En we zien hier een bal. Mooi begin. Max potion. Wow, valt mee. En we hebben hier het eerste trainertje van deze route. Oké, headbutt. Oké. Die kunnen we ook wel aannemen, anders is de krokken echt een noob. Die wil ik niet veranderen. Kom op. Nou, dit gaat goed. Dit gaat echt helemaal perfect, joh. Gewoon helemaal toppie. Opper toppie top. Bite. Oh, dat is misschien wel handig. Ik heb geen rage nodig, dus die doen we even weg. Tranquil. Die heb ik ook trouwens. Wat leuk. Wat een toeval zeg. Maar ga maar gewoon even dood, want ik ben niet in je geïnteresseerd. Oké. En aangezien die persoon mij geld geeft, als ik je dood maak, doe ik dat maar. Ik ga even snel rondkijken wat hier te vinden valt. Dat vind ik wel interessant om te weten. Oh shit. Combi. Niet interessant. Spinnerack. Later interessant. Nog niet. Pikachu. Kut ding. Nog een Pikachu, dat blijft hetzelfde kut ding. Een Oddish, niet interessant. Ja, ik denk dat ik wel ongeveer wel gezien heb wat hier te vinden valt. Niet interessant is. Oké. Oh, mijn fout. Krijg een item. Jee, ik krijg een item. Quick Claw. Wat heb ik daar nou aan? Ga weg. Ga naar je moeder. Zoek je moeder op. Hey, kijk nou, wat een interessantheid. Ja? Oh ja? Oh, ze zijn hier heel episch aan het vechten. Een Krogunk en een Beniri. Uitdrukken. Ik zit de hele dag in mijn stoel. Niks te doen. Maar dat boeit je niks. Oké, wat gaan jullie nou doen? Zijn jullie nou een beetje boos op mij? Of als ik aan het kijken ben met de noobs? Solana, wat een naam. Solana. What the fuck? Oh, ze willen mij ook vechten. Ze willen mij vechten. Dit is ook weer een nieuwe rival. Dus ik slaat het slaat nergens op, wil ik zeggen. Maar eigenlijk is het aan de ene kant wel chill. Met heel veel rivals heb je altijd wel wat te doen. Je wordt vrij snel overpowered. Dus dat is ook wel een soort van voordeel, zeg maar. En Chimchar sterft. En een Luxio, die kan ik beter even erin inzetten. Voor het geval dat die sterk is, wie weet. Luxio, oké. Ook een verneukte hond. Ik weet niet wat het voor moet stellen. Ik weet eigenlijk ook niet wat penis voor moet stellen. Ja, een penis. Maar. Ik bedoel, hoe slaat dat ding? Ik heb nooit geweten. Een soort van elektrische leeuw of zo. Ja, als slaan we dood te beginnen. En we worden level 24. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Krogunk. Hoofd. Oh, trouwens. Ik heb eventjes iets te melden. Tenminste. Promoting of zo. Darkje33. En Monster Non Games. Doen ook een Pokémon hack. Darkje33 doet een zelfde spel. Light Platinum. En Monster Non Games. Als ik het goed uitspreek. Doet Flora Sky. Pokémon Flora Sky is ook een leuke hack. Ik zet hun namen of hun namen. Ik kan ook de namen neerzetten in de beschrijving, maar de links van hun account in de beschrijving, zodat jullie ook kunnen checken, kunnen bekijken, dat soort dingen. Dus dat ga ik even doen, dus ik bekijk hun ook. We doen ook vet Flora Sky en nog ook Light Platinum. Je kunt zeggen dat het een soort van speedrun is, omdat ze het vrij snel of heel veel versnellen en dat soort dingen. Vissen. Zal ik vissen? Ja, ik vis wel. Mag ik dan ook een vis? Hengel? Holy shit. Gyarados, you're kidding me. Good run, oké. Okay. Nice shit. Nu kan ik Pokémon vangen met mijn hengeltje, oké. Okay. Moet ik hier naar links? Ja, oké. Okay. Dan doe ik dat.
En aangezien ik geld van jou krijg, als ik al je Pokémon dood maak, doe dat even. Eigenlijk is Pokémon best wel een gemeen spel. Dus pas als je Pokémon dood maakt of laat flauw vallen, Fainted staat er niet. Dan krijg je al hun geld of geld wat ze je te bieden hebben. Best wel een gemeen spel. Maar ja. Laat ik hem gewoon verder gaan. Ik moet niet echt. Oh, ik boeit me eigenlijk wel, want die gaat niet zo goed. Ja, doe maar even gewoon even goed, dankjewel. Fanty. Nou, laten we maar even dingetje inzetten, die vermoordt hem echt gewoon in twee watergunnetjes. En hij is dood. Nogmaals, bekijk ook Monster Non Games en Darkie33. Ze staan in de beschrijving. Dus dan weten jullie dat, hè? En ik wil dit niet, dus laat me gaan. Oh, hier hebben we iets. Ik moet even kut leren. Kut. Hey, we hebben flamethrower, serieus? Oh, dat ga ik even leren. Een dingetje. Geef je die even snel aan Croconaw. En dat is dan even voor Scratch. Who gives? Maakt even niet uit, joh. Oké, en dan hebben we hier flamethrower, die wil ik graag een dingetje leren. Wel snel flamethrower, maar dan niet. Ja. Ik doe smokescreen weg. Want misschien hebben we Ember nog wel nodig. You never know. Oké, nu kunnen we deze boompjes weghalen. Wat natuurlijk heel erg moeilijk is. Oké. Voor de lol haal ik deze ook weg. Sorry, ik ben een soort van autistisch. Ik heb niks tegen autisten, helemaal niks. Volgende keer gaan we hier verder. Bij deze gastje dude. Ik hoop dat je het leuk vond. En bekijk ook Darkie 3 en Monster Non Games. Staan in de beschrijving. Dus doe dat nu. Even nu op dit moment. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot ziens.